Bedrijven hebben nog steeds veel vragen over hoe zich voor te bereiden op de ontwikkelingen in de olie- en gassector. Ernst & Young Suriname heeft daarop ingespeeld middels het organiseren van een sessie Preparing for Growth. Belangstellenden kregen gisteren diverse presentaties met als belangrijkste insteek de macro-economische vooruitzichten van Suriname, gezien de geplande uitbreiding van de olie- en gassector. Achida Biervliet, Senior Manager People Consulting bij Ernst & Young Suriname, zegt in gesprek met onze redactie met deze bijeenkomst te hebben ingespeeld op een behoefte. Wat zijn het bijvoorbeeld als we de grote oil and gas companies die naar Suriname zullen komen? Wat verwachten ze als ze zaken doen met bijvoorbeeld de business community? Maar ook hoe kan je je voorbereiden? Hoe kan je je voorbereiden als het gaat om bijvoorbeeld je processen in je organisatie, de technologieën die je nodig hebt, maar ook je governance, alles wat je om je business te draaien, op een juiste manier vorm te geven, zeg maar, kunnen wij vanuit EY daarbij helpen. En vandaar dat we dachten, er is dus blijkbaar behoefte daaraan. Laten we vanuit EY daar aandacht aan besteden. En vandaar dat we dus heel veel mensen vanuit de industrie, zeg maar, de captains of industry, zoals we dat noemen, hebben uitgenodigd om deze sessie te om samen met ons deze sessie te hebben. Onderwerpen die gisteren onder andere aan de orde kwamen zijn het onder de loep nemen van de eigen strategie en hoe die strategie te vertalen in het zaken doen van elke dag. Wat we hopen, en dat is dus ook het doel, is dat we vandaag heel veel informatie delen. Informatie delen met mensen uit de industrie, kennis vanuit ons, vanuit EY. En vervolgens wat we hopen, of waar we naar uitkijken, is dat we natuurlijk Suriname, want we hebben geïnvesteerd vanuit EY in Suriname. En wat we willen is dat we met onze kennis de Surinaamse bevolking en, en met name het bedrijfsleven kunnen ondersteunen. Dus dat is ook wat we daarmee zullen gaan doen. Het vervolg is uiteraard wat we gaan doen is proberen om in contact te blijven met het bedrijfsleven. Proberen om zoveel mogelijk het bedrijfsleven te blijven informeren. Om ervoor zorg te dragen dat iedereen geïnformeerd is. Dat het bedrijfsleven weet wat van hen verwacht wordt. Als we uitgaan van wat er komen zal, zeg maar, vanuit de oil- en gassector. Volgens Biervliet heeft Ernst & Young door haar wereldwijde operatie veel ervaring in deze sector en zal die kennis blijven inzetten in de komende jaren.